Dit is Holland Inc. Helpt. Wij gaan mensen helpen met bepaalde ziekten die ze hebben overwonnen. Of dingen die ze hebben meegemaakt. En dan gaan we een tattoo zetten met een symbool op hun lichaam. Dit is Holland Inc. Helpt. Goeiedag allemaal. Even op de zaak aangekomen. Nou, zoals je ziet, ze zijn even aan het werk hier. We zijn net open. En ik ga nu met de cameraman die daar nu staat, gaan richting Emst. Mevrouw heeft zich opgegeven voor de man. Niet iets leuks, maar ik ga er naartoe om een lach te geven aan de meneer. Hij heeft bepaalde dingen in zijn leven meegemaakt. En we gaan het verhaal vastzetten. En dan ga ik dat allemaal in dat filmpje zetten. Dus ik zou zeggen, bekijk het heel film af en dan we gaan die kant op, hè, meneer cameraman. Zeker. Yes. Nou, we zitten nu in de auto en we gaan nu naar Emst toe. Ik ga dit filmen alleen om bepaalde redenen. De reden van is om een lach op meneer zijn gezicht te zetten. Dat is mijn voornamelijkste doel waarom ik dit filmpje ook online ga zetten. Want ik heb namelijk de mogelijkheid in mijn bedrijf om iemand te kunnen helpen. Goed, ik heb allemaal jongens in dienst als ZZP'ers. En dan ga ik meneer even een handje helpen om een tattoo te geven. En daar zal hij vast wel zeker blij mee zijn. Dus we gaan even er naartoe rijden. Nou mensen, we zijn aangekomen op de locatie. En ik ga even aanbellen. En we gaan het aanhoren. Ik ben benieuwd. Niet vallen. Goeiedag. Goeiedag. Van Willem Huibrink. Wat zegt u? Van Willem Huibrink? Ja. Hi. Hi. Kom voorstellen, kom jij. Anne Huibrink. Hi. Koen. Kom jij. Hi. Ik neem even mijn camera mannetjes mee naar binnen als het kan. Ja. Ja, ik denk dat u er wel past hoor, die camera man. Nou, ik bedoel de camera. Ja. Dat is een kleine. Heb je last van de honden? Nee, ik niet. Nee. Heb jij last van? Nee. Zeker niet. Okay. Kom verder. Moet je schoenen uit? Nee. Maar. Nee? Ja, ik heb dat netjes. Ga even kijken. Oh jee. Zo. Ze zijn wel snelst, hè? Daar wou je niet zeggen. Wat is dat? Ja, dat is hier. Kom maar. Dan even naar buiten. Ze heeft het jou gegeven. En ik heb echt wel een soort of 300-400 berichten gehad. En ik kon het bijna. Snap je? Ja, ik moest echt bijna alles lezen. En toen dacht ik: van nou, dit. Trek mij wel heel erg aan om van hier nu te komen. En alleen het enige wat ik nu al wil weten is wat jij allemaal hebt, zeg maar, mee hebt gemaakt. Hoe lang heb je? Ja, hoe zeg je dat? Ja, gewoon even, ja, laat ik zo zeggen, gewoon even een korte samenvatting. Van mij? Ja, dat jij nu met één been. Nou, ik heb in het verleden gevoetbald en met 13 kreeg ik een schop op mijn knieschijf. Ja. En toen had ik een stuk bot in mijn knieschijf kapot, wat eigenlijk het verbrijzeld was, om maar zo te zeggen. Dus toen was het einde voetbal. Oké. En daar is uiteindelijk door altijd maar doorgelopen door mijn, hoe moet ik dat ook zeggen, door mijn verslavingsverleden, nooit pijn gehad. Ja. Totdat ik zeg maar clean werd in 2011. Ja. Ja, en toen leerde ik haken in 2012. En toen kwamen de gebreken. Ja. Of de pijntjes, laat ik het zo zeggen. Ja. En verschillende opnames gehad. Terugkomen weer bij mijn ouders in Epen.
En toen toch weer terug naar een arts gegaan. En, dat, ja. En ja, die gaf mij als het ware een deal, die vrouw. En die zegt, ik weet wat je mankeert. Dus ik had echt gezegd, ja, doei, hoe kun je nou door zo te doen? Ja. En ik moest een MRI maken. Ja. En toen bleek ik de voorste en de achterste kruisband kapot te hebben. Okay. Dus toen, daar zijn ze toen mee begonnen. En weet je ook waar door het komt? Nee, ze waren al helemaal weg. Ze waren opgelost in mijn in lichaam. Ja, ja. Dus dat was al jaren geleden. Ik was altijd heel instabiel. Ja, ja. En van die zo. Dat zijn veel dingen. Nee, maar goed, voor mij kwamen er wel heel veel crisis tussen. En hoe oud was je toen? 29, 30. Ja. En hoe oud ben je nu? 40. Oké. Okay. Nee, ik was 29. 29. 2011. 2012, dus ik was 30. Oké. Ongeveer. Ja. Nou ja, van die operatie kwam ik, werd ik doorgestuurd naar de andere arts, want mijn tenen stonden dubbel en mijn enkels stonden scheef. Ja. Dus toen hebben ze de tweede operatie, hebben ze de bot uit mijn enkel gehaald om het weer recht te zetten, de tenen breken om ze weer recht te zetten. Ja. En tussen rechts en links moest een half jaar duren en met dat ze me de linker gingen doen, stonden mijn rechter alweer, zeg maar. Dus dat begon. Ja. Dus dat was 2, 3, 4 en 5. Ja. Operaties. Operaties. Toen gingen mijn plaatje op, of de binnen en de plaatje opspelen in mijn rechter enkel, dus die heb ik toen uit laten halen. Ja. Dat is 6. Toen tussendoor dacht ik nog even me te laten steriliseren, was 7. Je ogen opraad. En toen zag ik dubbel. En toen ben ik geopereerd op mijn ogen, dus dat was een 9. Ik vind het wel mooi dat je erom lacht. Ja, waarom ik dan? Nee, maar ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Dat is. Ik vind het wel mooi. Ja, het is geweest. Nee. Het is ja, dat snap ik. Maar soms kan het een bepaalde trauma's. Nee. Snap wat ik bedoel? Dat het nog blijft hangen bij een mens. Ik heb er genoeg, maar daarvan niet. Hè. Nee, maar dat is wel mooi. Dat is wel mooi om te zien. Ja, en dan gaan we verder naar. Mooi en positief ingesteld. Ik moet nu even nadenken. Tiende. 11, 12, 13 was een armoperatie. Ja. Dus nu heb ik dat scooterongeluk gehad. En dan moet ik het goed zetten. Ik had 2 barsten in de schedel. Ja, de kaakbroken, de bast in het schedel en je hersenbloeding. Arm gebroken. En mijn bot wou niet genezen. Ja. En dat heb ik 3 jaar lang geduurd. Moet ik goed zeggen? 3 jaar. Ongeveer 3 jaar voordat het arm genezen was. Voordat het arm genezen was, dat was 13. Nou, toen gingen we weer terug naar de voeten. Dat was 14, 15. Ja. En toen ben ik in Apeldoorn aan een scheenbeen correctie geholpen. Ja. En dat houdt in dat mijn, moet ik het goed zeggen, mijn knie hebben ze 15 graden gedraaid. Ja. En de enkel 20 om mijn been, zeg maar, weer recht te krijgen. En mijn knie is meteen goed gegaan in principe, omdat die doorbloeding nog goed was. En mijn enkel wou het bot niet van genezen. Ja. Dus dat was dan 16. Ja, later 17. Toen hebben ze het plaatje er weer uitgehaald, want die brak af. Toen hebben ze er een nieuw plaatje ingezet. En dan 17. En toen moment zei ik tegen de arts, ik kom niet verder met jou, van ik wil eigenlijk een onafhankelijk iemand eens naar laten kijken naar het hele dossier, van wat er nog meer mogelijk is. Ja. Toen werden we doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Ja. En die man die zei, ja, het plaatje wat je in je enkel hebt, dat hoort eigenlijk in je arm. In je enkel hoor je een grotere plaat in het rijden. Nou, ik zei, nou ja, prima, weet je, leef je uit, doe het maar. Ja. Dus die man heeft hem toen ook opengehaald, een grotere plaat ingezet. En hij zegt, na 10 dagen mocht ik lopen met een airwalk eraan. Dat is zeg maar een soort van skischoen die je op kunt pompen. Ja. Het werkt een beetje als gips, alleen je kunt het, ja, je kunt het zelfs afdoen. En toen kwamen we thuis en toen zat alles onder het bloed, hechtingen losgesprongen. Toen hebben wij je moeder daar op het ziekenhuis gebeld. Ja, dat heb ik niet. Als het 1 of 2 hechtingen is, is het niet erg. Nee. Is goed, doen we niks op aan. Ja, ja. En toen vrijdagavond zeiden we tegen elkaar van ja, maar luister, ik ga zo het weekend in. Dus toen hebben we weer naar het ziekenhuis gegaan, toen moesten we naar de spoed. Mm. En toen zeiden ze eigenlijk bij spoed direct, je had meteen gehecht moeten worden binnen 18. Ik zeg, ja, ik heb gebeld. Ja, ja. Ja, dat zien wij ook nog, dat je hebt gebeld. Dus waar we nou fout is gegaan, weten we niet. Ja, dat is goed. Nou, zei ze, hier heb je een kaartje van de wondpolie en dan
bel na, dan gaan we naartoe. Ja, is goed. We zijn vrijdagavond weer naar huis gegaan, hebben ze niks gedaan verder. En op zondagavond kreeg ik in één keer een warm been, mijn been te kloppen. Ik voelde me gieterig worden. Toen zei wel dat ik aan huis, volgens mij in het begin een ontsteking mee zitten. Ja. Toen zijn we weer teruggegaan. Toen wouden ze me opnemen. En toen heb ik gezegd, ja, maar wat kun jij bieden? Ik ben net thuis. Ik zeg, maar geen antibiotica, dus ja, we kunnen dan niks bieden. Ik zeg, ja, dan ga ik naar huis. Ja. Dus ik ben zondagavond weer naar huis gegaan. En s'nachts hebben wij de wondcode gebeld. Moet ik goed zeggen. En toen konden wij woensdagmorgen om 9 uur terug, 8:30. En het was zo'n raar. Ik vond het een hele, hoe zeg je dat dan? Dit was die traumaat. Ja. Wij zijn toen heel erg geschrokken. Het was voor het eerst dat die man toen zei, jongeman of jongeman, meneer, u moet er rekening mee houden dat dit been het misschien niet gaat redden, dat hij ziek is. En dat was voor het eerst dat we dat te horen kregen. En ja, we hadden toen echt zoiets van, oh shit, die wond wou niet dicht. Ja. En toen werd ik opgenomen. Toen is die opgenomen. Ja. En toen wouden ze eerst spoelen, s'avonds, maar dat hebben ze toen uiteindelijk niet gedaan. Ja. En uiteindelijk is er een plastisch chirurg bijgekomen, moet ik het goed zeggen. Ja, een plastisch is goed. Ja. Ja. Die is erbij gekomen en die zegt, nou, ik denk dat ik je nog wel kan maken, maar dan moeten we eerst een CAT-scan maken. Moet ik het goed zeggen? Een scan maken en dan krijgt hij direct de uitslag. Dus we hadden de scan gemaakt en we kregen de uitslag van twee mensen, volgens mij een opleiding zo'n beetje. En die vertelden ons, het ziet er goed uit. Dus wij hadden al zoiets van, het ziet er goed uit, hoe kun je dat nou zeggen? Mijn bot geneest niet, mijn wond geneest niet, hoe kun je dat zeggen? En toen kwam onze eigen arts en die zegt, ja, het ziet er helemaal niet goed uit, want je hebt normaal heb je 3 bloedvaten naar beneden, moet ik goed zeggen. Ja, je mag het goed zeggen. Maar inderdaad, er waren 3 bloedvaten en waarvan de 2 al dicht zaten. En toen heeft hij als laatste optie gehad om een stuk uit het been te halen met zenuwen en pezen en spieren en om dat te verplaatsen naar voren. Dat is een transplantatie. En die operatie heeft 13 uur geduurd. Ja. En die is mislukt, dat dacht hij maar gelijk. Mocht je nog een keer. En toen mocht hij weer. Je hebt best wel wat meegemaakt. Ja, en toen mocht hij dus weer. En toen hebben ze een transplantatie van bovenbeen een stuk van de velden afgehaald om dat erop te leggen. Dan zou hij wel een, als het ware, een gat houden, maar dan kon het dicht. Maar het wou niet meer. Nee. Door alle operaties waren de vaten eigenlijk zo kapot dat de bloedtoevoer, alles was kapot. En het wou niet meer. Nee, en toen hebben wij in oktober. Ja, en toen hebben wij van april tot en met september, nou, wat om de week naar het ziekenhuis moeten voor controle. En toen in september heb ik gezegd, nou, het is klaar. Ja, we hebben eerst nog even vakantie gehouden vanwege de kinderen. We hebben gezegd van even deze paar weken rust. Even rust. En vakantie nemen. Ja. En toen in oktober. In oktober, toen zei hij van, nou, is het klaar. Okay, trek ze wouden nog langer doorgaan, maar toen heb ik nee, hij zei, ik kan het niet meer. Het heeft te veel pijn of zo? Nee, gewoon het hele, proces. Het hele proces, het heeft niet. Ja. Het was zo'n wond, hè? Het was zo'n wond. Ik heb het niet naar mijn telefoon. Dus. Nee, hoeft niet. Nee, even goed. Maar wij hebben, toen het been af is gegaan, heb ik hem laten cremeren. Ja. Misschien is dat wel leuk voor de televisie. Hij staat in de kast. Mijn vrouw heeft een voet gekleid van... Bovenin, bij het glaswerk. Ze heeft een voet gekleid van klei. En in de enkel heeft ze een potje roferiet met het as in gedaan. Oké. Ja, mooi. Dus ik, ja, als ik ooit dood ga, moeten de kinderen maar weer samen. Ja. Dan ben ik er één. Ja, mooie gedachte. Die gedachte zit daar. Ja, maar je hebt ook een hele sterke vrouw. Dat heb ik ook, maar dat heb ik ook nodig. Ja, moet wel. Je moet wel. Ja. ik zie hoe jij je verhaal nu zo zeg maar te vertellen. Dan zie ik hoe zij achter jou staat. Ja, jouw ruggengraat is. Dat is zo, zeker. Dat zie ik en dat siert haar wel als... Of vanaf vind ik wel heel mooi om te zien. Dat zie je niet heel vaak, zeg maar. Maar wel heel mooi. We hebben heel veel meegemaakt. Ja, echt heel mooi. En ik zou niet. Het gaat alles niet in de koude kleren zitten. Nee. Ik, ik lach het weg, maar het doet wel wat met je. Maar heb je daar nu nog steeds op dit moment al een beetje last met bepaalde gevoelens en emoties? Of is dat een beetje verwerkt en geaccepteerd allemaal? Ik denk zelf
dat ik mijn emoties niet allemaal goed onder controle heb. Ja. Door alle gebeurtenissen en ja, wat je dan meemaakt, wat je gevormd hebt. Ja, ja. En dan ook mijn verleden. Ja. Maar goed, ik doe mijn best en meer dan mijn best en meer kan ik doen. Nee, dat is niet leuk. Hij is heel pessimistisch ingesteld. Ja. En ik ben heel optimistisch ingesteld. Ja. Toen wij elkaar leren kennen, was het een van de dingen waarvan ik zei, ik ga jou niet veranderen, ja, maar ik ga jou wel leren optimistisch denken. Oh, mooi. Ik ben wel positief. Maar dan heb je het wel voor elkaar. Ja. Heb je het echt voor elkaar. Maar anders hou je geen goede sfeer. Nee, maar dan heb je het echt goed. Ja. En ik ben trots op de kinderen hoe ze dat doen. En meestal is het andersom, hè, dat de man... Ja, en meestal... heeft zij het voor elkaar. Meestal werkt de man, dan kan je niet alle rollen gewoon omgaan. Dus wij zijn ook de baas, hè? Nee, ik heb geen baas, hoor. Nee. Geen baas, maar ik vertel hem wel wat hij moet doen. Wil niet nee, zeggen dat ik het allemaal doe. Het is niet erg, Als je elkaar aanvult als... wel mooi om te zien dit, echt heel mooi. Dankjewel. Heel mooi, dankjewel. Ja. Zullen wij gewoon even richting Almere met z'n allen? Heb je één momentje? Ja, tuurlijk. Ik had jou van de week, had jij mij gesproken. Ja. En toen zei jij, ja, dan moet ik even mijn dag plannen en dan moet ik even oppas vinden voor mijn kind. Ja. Toen dacht ik, ach, dan ben je vast iemand die heel druk is. Ja. En hiermee kun je het goed maken met je kind. Ach. Dus dit is voor jou, ja, en voor je kleintje als bedankje. Ah, ja, dat... Want je neemt wel de tijd voor ons. Dat is echt lief. Dat is echt lief. Mag ik even openmaken? Je mag hem openmaken, je mag hem ook thuis openmaken, maar... Ja, overlevingspakket. Ja. Oh. Lekker om mee naar het strand te nemen. En Almere heb je hoop water, dus... Dit zal ze helemaal... Oh, dit gaat ze echt leuk vinden. Ja? Mag ik even een knuffel geven? Hier zitten spelletjes in. Ja. En ja, want je zegt... Papa's die hebben ook wel eens noodsituaties en zonnebrand nodig. Ah, ik wil het ook heel vergeven. Ja? Echt bedankt. Graag gedaan. Echt bedankt. Jij ook. Bedankt. Ja. Ja, top. Jou ook even knuffel. Kom op. Alsjeblieft, jongen. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Echt top. Nou, als we even naar Almere gaan rijden. Ja. Ja. We komen nu aan de zaak, mensen. Ze hebben achter ons aangereden. Daar komt ze al aan. De vrouw. Gaan we hier naar binnen. Hey Rana. Hi. Een feestje in de muziek. Nou, er staat meneer Koen Huibrink. Aangenaam? Ja, Koen. Dat is zijn vrouw. Formulieren staan klaar? Ja, zeker. Okay. Moet je nog even de formulieren vertekenen? Ja. Mijn naam is Rana. Moet even zeggen. Ja, mag ik wel lopen? Ja, tuurlijk, zeker. Aandekken voor de eerste buitenlandse. Ja. En dat is nu formulier nummer 7. Moet ik erop doorlezen. Is goed. En dit is de nazorg van je tattoo. Nou, ja. Mocht je erbij gewerkt willen hebben, kun je het 4 of 6 weken even bij even een berichtje sturen op. Laten we gewoon eens even bijwerken. Dat zijn de extra dingen die erbij komen. Goed, we melden het altijd bij aan de klanten. Dus ook in dit geval aan u. Helemaal goed. Ja. Weet je ook waarvoor de formulieren zijn? Nee, ik heb nog niet gelezen. Nou, het is niet erg. Het is voor de GGD en de NVWA. Stel voor dat er controle is of ze willen, hè? Jij gaat een tattoo zetten en je hebt bepaalde aandoeningen. Waarbij je bijvoorbeeld niet hebt, je huisarts hebt gevraagd of wat dan ook. En je komt toch een tattoo zetten, dan kun jij ons bijvoorbeeld aanklagen daarvoor. Ja, terwijl toch bepaalde dingen hierin zitten waarvoor jij toch voor een handtekening zet. Snap je? Dus daar ben jij op de hoogte en wij ook zodoende. Yes? Yes. Dan gaat zij even mee even doornemen wat je ongeveer wilt. Dan gaat ze even plakken. Ja. En dan, wanneer het geplakt is, de stencil, ga je voor de spiegel even staan. En als je
blij mee bent. Dan gaan ze jou even pijnigen. Yes? Helemaal goed. Top. Hé, hey David. Hé, hey Martin. Mensen? Dit is mijn Martin. Dit is David. Even een klein stukje even laten zien wat hier gebeurt. Even filmpen maken. Vrede mevrouw? Ja, dat wordt heel mooi. Mens, dit is David. Gewoon drukte hier, hè? Een drukte buiten. Bij ons niet gewend hè, in het dorp. Ik word geschoren, een mooi geschoren been. Nou mensen, zoals jullie te zien, Rana is nu aan het scheren hier. En dan gaat de stencil erop geplakt worden. Mijn excuus, ik heb even wat gegeten en gedronken. Moet ook wel gebeuren. Dus wanneer de stencil erop geplakt wordt en dan laat even drogen en dan wordt het getatoeëerd. Mensen, het is bijna einde van zicht en ik kom maar even kijkje nemen. Jullie zien, Rana is het aan het zetten. Ja. En wanneer gaat het nog? Zeker. Geen pijn? Genoeg, maar. Ja. Maar goed, ik heb een lachje op zijn gezicht gezet vandaag. Zeker. Hij lacht wel de hele dag hier op de zaak. Ja, natuurlijk. Ik vind het wel fijn om te horen. Maar we hebben ook nog een klant gehad vandaag op de zaak. Gaan we die kant op. En dat is deze gezet door David. Maar dan ga ik jullie wat leuks vertellen, mensen. Het is niet alleen vandaag één persoon die we een lach op gezicht hebben gezet, maar ook een vaste klant een lach op het gezicht gezet. Nou, mensen, we zijn tot het einde gekomen. Meneer heeft 6 uurtjes hier gelegen en die heeft een tattoo van mij gehad. Loop even met mij mee. Nou, dit is het resultaat. En uiteraard, ik zeg altijd een shout-out naar mijn artiest. Dus yes. Dit is het persoon die het zware werk heeft gedaan. Niet ik. Ik heb ervoor gezorgd dat dit allemaal mogelijk is in mijn zaak. En uiteraard een echte dikke shout-out naar mijn artiest. En we gaan nu even naar meneer toe. Meneer? Ja? Heb je hem al gezien? Ja, op de foto. Een foto, wat vond je ervan? Prachtig. Ja? Ja. Wel blij? Zeker. Ja. Ik ga je een hand geven. Dankjewel. Graag gedaan. En ik zou zeggen, veel plezier ermee. Dat gaat goed komen. En naar huis, hè? Naar huis. Gezellig. Mensen, abonneer even op dit kanaal. En
Wil jij meedoen met dit programma? Stuur mij even een berichtje op Instagram, Tattoo Koning. En volg mij ook even op Instagram, nogmaals, Tattoo Koning. En abonneer even op dit kanaal. Yes, doei!